Ik heet jullie van harte welkom op deze zonnige vrijdagmiddag en bij mijn allereerste Facebook Live voor Passion for Work. Wie van jullie vraagt zich wel eens af welke talenten jou uniek maken? En wie van jullie vraagt zich wel eens af welke talenten jou als zorgprofessional uniek maken? Mijn naam is Melissa Dissenbergen en naast loopbaancoach in de regio Oost-Vlaanderen ben ik ook nog actief als operatieverpleegkundige. En het is als operatieverpleegkundige dat ik tijdens de eerste coronagolf een tijdelijke carrière-switch maakte naar intensieve zorg. En misschien heeft die periode jou als zorgverlener doen inzien dat je meer potentieel in jou hebt dan je daarvoor aanvankelijk dacht. Misschien heeft COVID-19 jou als ondernemende thuisverpleegkundige geleerd dat je ook creatief bent in het omgaan met tekorten in beschermingsmateriaal. Los van de emotionele impact die ons allemaal getroffen heeft, heb ik ook collega's, zorgverleners weten openbloeien op voor hen totaal nieuwe diensten, zoals bijvoorbeeld in intensieve zorgen. Anderen konden en hebben ook bewust gekozen om bij te staffen in woon- en zorgcentra en rusthuizen. De reden waarom deze mensen openbloeiden, waren steeds anders en heel persoonlijk. Sommigen maakten nieuwe vriendschappen op de werkvloer. Anderen hadden opnieuw de drive, de uitdaging om ervoor te gaan omdat hun takenpakket veranderde. En nog anderen kregen erkenning van hun nieuwe leidinggevende, hetgeen zij op dat moment zo hard nodig hadden. Iedereen had zo zijn eigen motivatie. Als ook, en zeker niet te onderschatten, zijn eigen verhaal. We hebben als zorgverlener toen heel snel moeten schakelen. En alhoewel ik het woord moeten niet graag gebruik, doe ik het voor deze ene keer wel. We moesten snel schakelen. En ook op dat snel schakelen kan je inzoomen. In hoeverre is jou dat gelukt? En wat zegt dat dan over jezelf en de ideale werk- of zorgomgeving die jij nodig hebt om goed te kunnen functioneren? Op dat moment van crisis hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. En zijn we meegegaan in de verandering. Hetgeen de verandering op dat moment niet evident maakte, was het feit dat er iets externs op ons afkwam. Iets waar wij geen controle over hadden en misschien nog steeds niet hebben. Verandering tot stand laten komen gaat veel gemakkelijker als we het uit onszelf kunnen laten komen. Vanuit onze intrinsieke motivatie noemen wij dat. Weet dus dat je altijd zowel als zorgverlener of als mens altijd een keuze hebt om jouw volle potentieel te leven, ook al zie je dat misschien niet meteen. Dus, als jullie in staat geweest zijn om te veranderen door een externe factor, kan je dan inbeelden tot wat jullie in staat zijn te bereiken, enkel en alleen door op zoek te gaan naar datgene wat jullie van binnen uitdrijft, door op zoek te gaan naar datgene wat jullie nu reeds goed en graag doen? Door op zoek te gaan naar die competenties waarvan je misschien nog niet bewust van bent die in jou zitten en zeker de moeite waard zijn om te ontwikkelen? Door op zoek te gaan naar die waarden die jij belangrijk vindt en richting geven aan jouw leven en jouw job? Met de Passion for Work Toolkit kunnen wij als loopbaancoaches jou daar al een heel eind in op weg helpen. Wist je trouwens dat zorgverleners die elke dag datgene doen, kunnen doen wat hen energie geeft, echte schatten zijn voor hun zorgorganisatie? Wil jij jouw energie boosten en zo jouw eigen held worden? Vraag dan zeker jouw gratis kennismakingsgesprek aan met mezelf of met mijn collega's loopbaancoaches via de link die straks onderaan deze video zal verschijnen. En dan horen wij jou gauw. Ik kijk er alvast naar uit jou te mogen ontmoeten. Voor nu bedankt voor jouw online aanwezigheid. En heel graag tot een volgende keer.